RT and RW is neighborhood units has a small role in governing and controlling our nation. In these small units, people work together and knows together. They should report when a guest come overnight and spending their night there, and so they have to report all the events which happens in this neighborhood. So you see that is a very effective means of control of each neighborhood. And while Indonesia is organized on this base of neighborhood system, of neighborhood units, you see that a small unit of army could control a very large area. In our system, we develop stability through the armed forces in all levels, down to the lower level. So the military we have here is the from the military command, that is the Kodam, for instance, going down to the regional command, that is the Korem, going down to the Kodim, the district type of military organization, and down to village level, and even, not Koramil, but sub-district, and then going down to the level of villages. So we have the military people in that context, in helping the people of the society to develop together, and this is the way we do that. And this is indirectly create the stability, because this organization of the army really gets through to the people and it's accepted and demanded by the people. This is one very clear point here in this context. This is the reason why the stability is always there. Because anything happening in the area, they report to these people, to the village level organization of the army. De Japanners wilden een leger op de been brengen dat geallieerde invasies kon afslaan. Bij de militaire training legden ze de nadruk op zelfopoffering, meditatie en straffe tucht. Indonesische jongeren voelden zich aangetrokken tot de Japanse ideeën over geestkracht, die raakvlakken vertonen met hun eigen traditionele idealen. De eigen militaire tradities van Indonesië waren door de Nederlanders immers lang onderdrukt. De nadruk op de innerlijke kracht om vijanden te verslaan werd een waardevol wapen in de onafhankelijkheidsstrijd. In juli 1943 bracht de premier van Japan, generaal Toyo, een bezoek aan Jakarta en beloofde de Indonesiërs dat ze later deel zouden uitmaken van de regering. Sukarno, de nationalistische leider, gaf zijn steun aan de inzet van het volk voor de Japanse oorlogsinspanning. Zo kreeg hij de gelegenheid om vrij door het hele land te reizen en toespraken te houden. De Japanners hadden een netwerk van zingende bomen, ofwel radio's, geïnstalleerd. Zo hoorde elk dorp Sukarno's oproepen om de Japanners te steunen. Maar ook zijn verhulde propaganda voor de nationalistische zaak. Toen hij in 1945 van de Japanse overgave hoorde, wilde Sukarno aanvankelijk niets ondernemen. Hij hoopte op een officiële machtsoverdracht aan de nationalisten. Maar de Indonesische jeugdorganisaties waren ongeduldig. Vastbesloten om hun kans te grijpen, ontvoerden ze de republikeinse leiders Sukarno en Hatta en dwongen hen om onmiddellijk de onafhankelijkheid uit te roepen. Uiteindelijk gaf Sukarno zich gewonnen.
Hij stelde een eenvoudige verklaring op en ging naar huis. Honderden mensen, gewapend met bamboesperen, vormden een beschermende haag rond zijn huis. Om 10:00 's ochtends op 17 augustus 1945 las Sukarno de onafhankelijkheidsverklaring voor. Er was geen orkest, maar iedereen zong het volkslied, terwijl de rood-witte vlag van Indonesië werd gehezen. Toch zouden er nog 4 jaren van strijd volgen voordat de Indonesiërs echt vrij waren. Terwijl de geallieerden zich maar al te graag terugtrokken uit een bloedige en wrede strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië, kwamen de Nederlanders terug om hun kolonie weer op te eisen. Ze waren ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de Indonesiërs hen nog steeds op handen droeg en niet zonder hen kon. Maar de wereld was veranderd. Hun door de Japanners getrainde vroegere onderdanen waren vastbesloten om voor hun nieuwe vrijheid en waardigheid te vechten. First I was commander of Siliwangi. Yeah, I had 40 battalions with 10% weapons. And that came with 2 modern divisions. And I have to rely on the people. So we have to organize people's defense. And that we call social political duties. And then I was commander of the island during the Second Guerrilla War. And so I said from East Java to West Java, 1 guerrilla battlefield. And you have to get the people, to organize the people in this. Mata-mata untuk publik. Oh ya, dulu waktu Belanda mau datang, kan Belanda bilang, ah saya mau nyerbu di mana itu Gunung Kidul itu sana. Enggak itu Suroloyo. Gunung Kendeng. Ya Gunung Kendeng Suroloyo. Maka kan saya beli ketela di sana, tanya mau diserbu kan. Belanda yang bilang, saya kan bilang sama Republik, ya toh. Jadi di sini saya turut federal Belanda ya di dalam sini. Kalau waktu di sana kan Republik itu kalau di dalam sini kan tarik hidup. Katanya kalau Republik kalau orang di dalam Belanda itu mau dibunuh. Ya, kalau saya kan tarik hidup. Tarik hidup maksudnya? Nah, ya, maksudnya tarik hidup itu ya di sana enggak dibunuh, di sini enggak dibunuh toh. Kalau orang tarik hidup itu semua kan ngungsi orang sini. Kalau saya tidak ngungsi. Tetap duduk di rumah. Tapi seorang tidak punya ngungsi kan harus bawa makanan. Ya toh? Bawa makanan. Kan enggak punya makanan kalau di pengungsian minta siapa? Minta yang punya rumah kalau cuma 1 hari, 3 hari. Kalau 1 bulan kan enggak mau yang punya rumah. Ya sudah, tetap di tempat Belanda. Belanda di sini cuma 1/2 tahun. Di dalam sini. Belanda suka tanya, kenapa kamu tidak ngungsi? Ya tidak punya makanan. Oh, sudah di sini saja enggak apa-apa saya. Enggak apa-apa. Begin 1946 verhuisde de nationalistische regering naar Yogyakarta op Midden-Java. In een laatste poging om de nieuwe republiek in de kiem te smoren met militaire middelen, arresteerden de Nederlanders in december 1949 de republikeinse leiders. Ze stuurden hen in ballingschap. Sukarno liet zich arresteren om de Indonesische zaak onder de aandacht van de wereld te brengen. Het republikeinse leger trok zich intussen terug op het platteland en vocht door. Ze begrepen veelal niet waarom Sukarno zich aan de Nederlanders had overgegeven. Het leger beschouwde zichzelf nu als de redder van de revolutie. If you consider that the fight was for 3.5 years, after Surabaya, there was a fighting for 1-2 years, and then after that for 1 year, a guerrilla in the mountains. So
I can point something that how are we or are you able to sustain for almost one year being in the mountains without any, what do you call it, supplies, any money, nothing except your gun and yourself. You are thinking nothing else, only one, how to fight. Even they were beaten by tanks, by planes, still they are not surrendering. I was beaten on and on so many times. Of course I ran away, but I came back to fight again. There's a kind of a tenacity. Ikut berjuang zaman revolusi itu buat apa? Ya untuk kita, supaya kita merdeka lah. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Bukan untuk kita. Kita memerdekakan mungkin gitu kan. Untuk rakyat. Bukan untuk kita. Antara semua rakyat mau merdeka kan. Ayolah sama-sama kita berjuang. Nah gitu. Itu. Bukan untuk kita perjuangan. Bukan untuk rakyat lagi gitu. Bapak ikhlas? Ya ikhlas lah demi rakyat kan. Merdeka atau mati? Ya mati, sudah mati memang kita demi rakyat kan. Ikhlas. Tidak ada apa-apa. Dan wordt de Nederlandse vlag langzaam gestreken, een ogenblik dat niet nalaat diepe indruk te maken. Na ruim 4 jaar strijd schaarde de wereldopinie zich officieel achter de Republikeinse zaak en zette de Verenigde Naties de Nederlanders onder druk om een diplomatieke regeling te treffen. Eind 1949 droeg Nederland de soevereiniteit formeel over aan de Republiek Indonesië. Sukarno werd als eerste president geïnstalleerd. Umum dan khusus, umum dan khusus, sekalian penduduk kita, sekalian penduduk negara. Sukarno keerde triomfantelijk terug naar de hoofdstad Jakarta. Zijn droom, een onafhankelijk Indonesië, was werkelijkheid geworden. The world belonged to me, and I was totally emotionally involved, so that almost everyone joining that movement that time very nostalgic about that movement, because the you know, the involvement is so deep and so profound. The sense of freedom is of course because of that very profound, and it doesn't exist now. Revolution in the exact classical sense, it is starting now. But that moment was, let me say, a revolution in the creating of a national state. That's all. I mean, how to get our own Republic of Indonesia. Er werd een parlementaire democratie ingevoerd met grote burgerlijke vrijheden. Maar door de centrale rol die het leger gespeeld had in de onafhankelijkheidsstrijd, achtte het zich gerechtigd om aan het politieke leven deel te nemen. In de jaren na de onafhankelijkheid kreeg het steeds meer politieke invloed. Sukarno probeerde een kader te scheppen voor de eenwording van het land. Maar omdat er meer dan 200 verschillende etnische groeperingen en een paar duizend eilanden bijeen moesten worden gehouden, dreigde de pas gevormde natie voortdurend uiteen te vallen. Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. Sukarno's Pancasila garandeerde religieuze vrijheid voor Indonesië en beloofde sociale rechtvaardigheid.
Een extra probleem voor de nieuwe regering was dat de economie er na jaren van bezetting en oorlog hopeloos voor stond. De ene regering na de andere probeerde tevergeefs het nodige gezag te verwerven. Het leger kreeg nog meer macht en prestige toen het door toedoen van generaal Nasution een grote rol begon te spelen in het maatschappelijk leven. Die zogeheten tweeledige functie heeft het leger nog steeds. The name Duafeng is from me, but it is a process from the first guerrilla war. So it has been developed from period to period. So was dual function partly to get involved in private enterprise, in business? The original idea was only that military have to participate in the making of broadline state policies, national policies. Not to be active in daily politics. That has been the original idea. But Sukarno would like to do more. He said, you are as a functional group, also in local parliament, central parliament, and so on. It has not been the original idea of dual function. But this enabled the army to take control of business. Yeah, indeed. But after Suharto was president, he used military officers in political and economical positions. Yeah. That is very big now, yeah, the involvement. It's no longer the middle of the road concept. What is the involvement now? I think, I have not the figures, but if you see the five top institutions of the country, president, vice president, generals, parliament, generals, on top, yeah, chairman, the Mahkamah, what is it, court, general, yeah? The attorney general, and what is it, the supervisory for finance, general, yeah, you see. In the context of democracy in Indonesia, you have also to remember this country consists of so many, such a vast areas geographically positioned in the middle of the crossroad. So influence from outside is always there. And the ethnics. We have about 250 ethnics here, which are taken different kind of dialects and everything. Thanks God, in 1928, our forefather decided that it's got to be united into one. And we do not want that disintegrate for that. So this is our main purpose of the whole things in the context of the armed forces, that we try to maintain as much as possible unity of the people. And with that means if so much of democracy, the groupings might develop because it's a freedom of everything, you know. This is the right of individual to be able to develop. We want to develop the Javanese context only. We do not want to be touched by Hindus or the Balinese or whatever it is. It becomes a problem in Indonesia. Let's talk about the problem of Yugoslavia. We never thought in a developed country as such, you still have that kind of division, a disintegration of a nation because of interest of things here and there. Maybe the people do not want it in a way, but fact is it happening. It's quite a problem. And we do not want that kind of things develop in Indonesia. So we really try to put a very strong context for that. And we are not going to let it go down and disintegrate the country, the nation. Op 12 november 1991 opende het Indonesische leger in Dili, de hoofdstad van Oost-Timor, het vuur op ongewapende demonstranten die betoogden voor de onafhankelijkheid van Oost-Timor. Thank you.
vielen minstens 50 doden en 90 mensen worden vermist. What has been lost since 45? So many is lost. Even a dream is lost. The dream in 1945 that after this fight everything will be... Well, I think it is... It's logical to dream about an utopia, a good society, kemakmuran, and so on and so on, justice. You know, everything is lost. Seemingly, we have to fight again to get our dream realized, maybe. And how does it feel? Bad. Sad. You lose an atmosphere. You lose an emotion. You lose a world of freedom and integrity, which you can say a kind of happiness too. In 1945 riep Indonesië de onafhankelijkheid uit. Voor het eerst zag de archipel van meer dan 13.000 eilanden en honderden etnische groeperingen zichzelf als één natie, de Republiek Indonesië. 4 jaar lang vochten ze tegen de Nederlanders met één leus, Merdeka, vrijheid. En nu waren ze onafhankelijk. In de nieuwe republiek werd de parlementaire democratie op westerse leest ingevoerd, met president Sukarno als staatshoofd. Maar de eenheid van de nieuwe natie werd toen al bedreigd door diverse maatschappelijke stromingen. Moslims, militairen en communisten. Het land bijeenhouden, dat was het belangrijkste doel en de grootste prestatie van president Sukarno. I tolerate all ideologies. The nationalist ideologies, the religious ideologies, the communist ideologies, so far they are not making trouble or damage to the Indonesian state. In de jaren 50 braken er door militairen geleide opstanden uit op Sumatra, Sulawesi en Ambon. De rebellen vonden dat ze niet hun rechtmatige deel kregen van de enorme inkomsten die de centrale regering ontving voor hun olie en andere grondstoffen. Bovendien waren ze verontwaardigd over de toenadering tussen president Sukarno en de communistische partij. De regering Sukarno riep de staat van beleg af en gaf stafchef-generaal Nasution opdracht om de opstanden neer te slaan. Binnen een paar maanden was het verzet gebroken. Geleidelijk aan kreeg het leger meer macht en aanzien. Het had zijn aanspraken op medezeggenschap in het landsbestuur de nodige kracht bijgezet. Vandaag de dag berust de feitelijke macht bij het leger. Om een betere naam in de dorpen te krijgen, helpt het mee met... Terus kiwot tengen niki manggawe sing alus banget. Aja nganti papan masjid iki mbok sembayang kok kalah karo omahe dhewe. Iya iya iya. Kendoko. Kendoko itu nanti usahakan. Masa ndak bisa kritis buat rumah cuma buat itu ndak bisa. Ganti yang baik. Nah, jenengan pake karo kanca-kanca wargane warga. Warga anu umat, ya, umat di impon supaya dalam pelaksanaan ini bisa kita itu selalu meningkat terutama yang berkaitan dengan kita hidup. Kita hidup itu sebenarnya ninggalke jeneng apik. Sesuai kalau programming pemerintah. Programming pemerintah ki arengane pembangunan rohani lan jasmani. In 1957 nationaliseerde president Sukarno de belangrijkste industrieën. 2 jaar later was hij zo gefrustreerd door het onvermogen van de parlementaire democratie
om de economische en politieke problemen van Indonesië op te lossen, dat hij een nieuw regeringsstelsel ontwierp, de zogenaamde geleide democratie. Daarmee zou hij pas echte regeringsmacht krijgen. Als tegenwicht voor de toenemende invloed van het leger sloot hij een pact met de communistische partij, de PKI, in de veronderstelling dat die zijn radicale plannen zou steunen. Intussen begon hij steeds autocratischer te regeren. Zijn systeem van geleide democratie vormt de basis voor de huidige regering. I am just a father of the people. They have made me a lifelong president. They have made me the leader of the revolution. Because, yeah, perhaps or maybe, I am doing everything according to the wishes of the people. Do you allow foreign opinion to come in here? Do you permit foreign newspapers and magazines to be circulated in your country? Not if the foreign magazines of newspapers are making anti-Indonesia propaganda. We think Pravda and Izvestia makes anti-American propaganda every day. Do you think we should keep it out? I don't know. That is your business. That's your business. I understand that there is a secret society of Indonesians who like to hear the Beatles, but they are not met with official approval. Yes, I prohibit Beatles and Beatlesism here. And I prohibit also Twist here. You consider Beatlesism a form of colonialism? No, just a mental disease. What are the penalties, Mr. President? I have instructed the police just only to cut the hair. Cut the hair. Oh, Beatle voice. I was a writer at the time. I was a literary writer. And then the communist cultural organizations made Sukarno banned the so-called liberal artists when we made that manifesto, which became popular with the name of Manikebu or Cultural Manifesto. And so I was, especially when I was involved in trying to oppose Sukarno because there was no democracy. And so I was involved during the student demonstration or joined the student demonstration at that time because my purpose is basically to establish a kind of democracy at that time. Naarmate de levensomstandigheden begin jaren 60 verslechterden, werd de invloed van de communistische PKI groter. De regering nam wetten aan om het land te hervormen, maar kon ze niet uitvoeren. In 1964 besloot de PKI het heft in eigen hand te nemen. De partij beschermde de boeren die het land van de grootgrondbezitters in beslag namen. Deze provocatie bracht de PKI rechtstreeks in conflict met zowel rijke islamitische landeigenaren als met het leger, dat vaak de bedrijfsvoering van de Nederlandse plantages had overgenomen. Jadi tiap-tiap ada rapat, mereka tuh yang menentang kepada pemerintahan. Jadi seakan-akan tidak setuju dengan adanya pemerintahan. Jadi terus kalau rapat itu nggak cukup satu hari, rapat itu sampai dua hari tiga hari baru selesai. Kadang-kadang sampai didatangi oleh Pak Bupati untuk memutuskan rapat itu. Dulu orang yang menentang rapat-rapat itu orang dari golongan mana biasanya? Dari golongan PKI, dari Partai Komunis. Kenapa? Menentang-menentang itu karena tidak setuju dengan adanya pemerintahan. Jadi pemerintah desa mau buat begini, buat begitu, ditentang. Jadi mestinya itu harus menurut kehendak sendiri, kehendak mereka. Jadi nggak mau menurut kehendak daripada pemerintahan, peraturan pemerintahan. Wah, kalau dulu pada waktu sebelum 65, kalau adalah masalah tanah, ya rame. Ya dari pihak orang-orang yang ini, daripada itu ada saja yang membela. Mestinya benar, dibela oleh ini. Wakilnya rame, geger. Sering? Sering dulu, sebelum 65. Ayo, ayo, ayo.
In 1965 hadden de betrekkingen tussen de communisten en het leger een breekpunt bereikt. De communisten hadden grote steun onder de bevolking verworven, zodat de bevoorrechte positie van het leger werd bedreigd. De leider van de communistische partij, Aidit, beschuldigde de militaire leiders openlijk van corruptie en eiste dat PKI-leden in alle geledingen van het leger zouden worden opgenomen. Het was slechts een kwestie van tijd voordat het wankele evenwicht tussen het leger en de communisten zou eindigen in een directe confrontatie. In de vroege uren van 1 oktober 1965 werden 6 generaals ontvoerd en gedood door militaire eenheden die een greep deden naar de macht. Generaal Nasution was de enige die ontkwam. De staatsgreep was een feit. Maar de staatsgreep mislukte. En langzaam maar zeker werd president Sukarno van zijn bevoegdheden beroofd. De in het nauw gedreven president werd gedwongen om de kandidaat die door het leger was voorgedragen tot opperbevelhebber te benoemen. Well, now I have taken decision that I, president, supreme commander of the armed forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Suharto, President, and I appoint him as Minister, Commander of the Army, and God willing, inshallah, I shall inaugurate him as such in, I think, in 1 or 2 days. Stap voor stap zou generaal Suharto het bestuur van het land overnemen. De communisten kregen de schuld van het organiseren van de staatsgreep. En op grond daarvan ontketende het leger een massale aanval op zijn oude aartsrivalen. Maandenlang werden communisten opgejaagd en vermoord. Enkele honderdduizenden Indonesiërs verloren het leven in een van de grootste bloedbaden van de hedendaagse geschiedenis. The military from Jakarta came to the area and then the killing started, done by the civilian together with the military. So it seems that with the military coming there, there was an encouragement by the people to arrest the supposed to be the communist members, and they killed them. I saw many people here, and most of them are from young people, anti-communist, and also some army, and they start making executions here in this bridge. I saw some of these communists being executions, and then my friend come back to me and said, do you remember our friends when we studied in Jogja? And he mentioned me, one of the my friend's name, and I said, yes, I remember him. Where is he now? Why don't we come and see? And then my friend took me across this river somewhere there, and then I went to make my step to the backside of a small house. There was a 5 heads laying on the ground, and I found that one of the heads
is my friend that I know when I was in Jogja. In that time, I feel something horrible coming up in my soul and in my heart. And I asked my friend who took me here, is he a member of a communist? And my friend said, he's one of the leaders. This thing happens just in a short time, and I feel that I was empty. I say nothing. I just feel like to cry and to scream. And after that, I decide to go back to the city. Jadi pembunuhan itu dilaksanakan dengan cara yang tidak modern, gitu ya. Jadi kita kembali seakan-akan pada abad ke-16, 17 begitu pembunuhannya, ya toh. Jadinya begini, jadi pembunuhan itu kalau di perkebunan atau di hutan-hutan itu membuat satu lubang, toh, lubang besar. Ya. Lalu lubang itu orang ditaruh di kepalanya diarahkan ke lubang. Lalu dengan begitu kepala itu di lubang. Nah, menurut berita yang saya dapat dari teman-teman saya, ya, itu malah ada yang melaksanakan, dia seorang wanita yang melaksanakan, bukan yang dipotong, yang melaksanakan. Di mana dia? Nah, itu di daerah Pasuruan, seorang wanita. Nah, itu yang melaksanakan. Nah, lalu terjadinya begitu. Ada lagi yang lain lagi, pembunuhan itu dilaksanakan dengan orang itu dicincang, ya, dicincang. Lalu dengan tali, yang satu tali dicincang di anu pohon, satu kali ditaruh di mobil, ditarik gitu. Jadi berarti anu ini kepala ini, tali ini putus karena kena tarik tali itu. Tarinya itu pakai tari ini, apa namanya, baja itu, tampar baja. Nah, itu ada tajia. Ini cerita banyak sekali di antara teman-teman. Ada juga yang ditaruh di mobil, anu truk ya, truk ya, lalu truk, frahuto ya, lalu dituangkan dari atas gunung gitu, tapi bawah ini Sungai Berantas. Did you feel there was a kind of collaboration between the army and the Muslim people in the campaign against the communists? For the all anti-communist people, we have the same campaign. In our own way, of course, the army in their organization, we also do the same as a member of the people. We are at the same idea, and we have to do the same thing. So sometime in one and other place, we work together for this. Which group was deciding who should be the targets of the killings? Of the killing, the target of the killing. Who was deciding? Deciding. Everybody, every people know who is the communist active before. You know, for instance, in the village, people know persons among them was a communist. So when the time come, the people point him, he was the one or something. So a group of young people and also some of army come to pick him, and then some of them execution here. Setelah peristiwa itu terjadi, kami semua itu disuruh wajib lapor.
ke umpamanya di Kodim ya, di kantor polisi ada juga, nah gitu, atau di kantor Sospol begitu ya, itu macam-macam ya. De man die u zojuist hoorde zat 14 jaar opgesloten in gevangenissen en concentratiekampen. Net als honderdduizenden anderen werd hij gevangen gezet vanwege zijn lidmaatschap van een wettige linkse organisatie. De meeste gevangenen zijn inmiddels vrijgelaten. Maar ruim 25 jaar later zit een klein aantal communisten en progressieve voormannen nog steeds gevangen. President Sukarno werd door de nieuwe regering onder huisarrest geplaatst. Hij overleed in 1970. In 1965-66, in a very quick way, then the military control also the political situations because the only rival for the military was Sukarno and the Communist Party, and they were put aside from the scene, from the political arena of Indonesia. Then that means, I would say after 68-69, the military control the political life of Indonesia as well as the economic life, because they control the state enterprises. So that's how they became very strong. And also they get involved more and more into business in the new order. Sinds 1966 heeft de door het leger gedomineerde regering van de nieuwe orde de macht weten te behouden. Generaal Suharto is nu president Suharto. Sinds zijn machtsovername heeft zijn regering de stabiliteit gehandhaafd en zich met succes geconcentreerd op de economische ontwikkeling. Terwijl de regering van de oude orde de macht van het buitenlandse kapitaal wilde breken, haalde de regering van de nieuwe orde grootschalige buitenlandse investeringen binnen. Mede daardoor ontwikkelt Indonesië zich tot een van de snelst groeiende economieën in Zuidoost-Azië. Buiten de grote steden schieten reusachtige industriële ondernemingen als paddenstoelen uit de grond. De meeste zijn eigendom van buitenlandse investeerders in een vennootschap met Chinese Indonesiërs. Miljoenen jongeren hebben hun dorpen verlaten om in de fabrieken te gaan werken, vaak ver van hun familie. Het werk is zwaar, vaak 12 uur per dag, 6 dagen per week. Maar omdat er veel meer mensen zijn dan banen, prijzen jonge vrouwen als Oti zich gelukkig dat ze vast werk hebben. Oti zingt in een band die tijdens de lunchpauze repeteert. Ondanks haar karige loon ziet ze door heel zuinig te zijn toch nog kans om geld naar haar familie te sturen. Jadi ibu kerja, bapak kerja, saya kerja kan sekarang yang paling kecil sekolah terakhir dia ya. Jadi kita bisa karena kita namanya orang gak mampu bisa bantu sedikit-sedikit dari kita mau minta dari siapa kan gak ada yang bisa dimintain selain dari kita. Iya, ya orang di kampung kan gak tahu dikiranya kita di sini. Senang aja ya banyak duit ya. Kalau pulang suka minta duit, pikir aja kita habis kerja, kalau pulang pada minta duit, taunya kita juga di sini seret, susah duitnya.
Ya pas-pasan lah, cukup enggak namanya pabrik enggak ada. Sini tidur berapa satu kamar? Saya di sini berlima. Berlima dalam satu kamar? Iya. Kadang-kadang di dalam tiga atau di sini dua. Terus kalau pulang harus nunggu air sampai berapa jam? Di dalam mandi. Enggak, 10 menit. Kan setengah 6 kan istirahat ya. Sekolah penuh kan, mereka memang lembur semua jam 9. Ya kita ngantri, kira-kira 10 menit atau seperempat lah. Nunggu, ngantri. Kan penuh juga. WC, antri juga? Iya, semua di sini kok serba ngantri. Kalau nonton TV di sebelah melihat film Amerika dengan rumah-rumah gedongan besar-besar, mewah-mewah, bagaimana perasaan? Oh, kagum. Pengen juga. Kadang kala kapan kan kita kapan jadi kita orang bisa gitu punya ya? Gitu. Tapi enggak mungkin. Orang hebat ya. Bangga gitu. Tapi kita suka pengen lagi. Ah, belum tentu itu juga punya mereka. Tapi orang-orang kan ya, artis ya. Kalau ini misalkan, kenapa ya, kalau orang kagum luar sih, kok ya, bisa begitu, kenapa kok orang daerah sini di Indonesia kok nggak bisa kayak orang lain? Kebanyakan kan orang Indonesia sama orang luar kan bedanya jauh. Kenapa orang luar tuh gimana ya pikirannya itu? Pinter-pinter lah orangnya pokoknya. Enggak juga, tergantung dari orang-orang. Tapi kebanyakan sih kok, hampir 90% gitu. Kalau orang luar kebanyakan gitu dibanding sama orang sini. Karena apa ya? Karena enggak kita juga, menurut karena saya enggak. Kita kan dulunya anak petani. Oti verdient iets meer dan 2 gulden per dag. In Indonesië is in feite maar 1 vakbond toegestaan, die van de staat. Door zich te verzekeren van gedweeën arbeidskrachten, haalt de regering de miljarden dollars aan buitenlandse investeringen binnen die de economie tot bloei brengen. Door de groeiende welvaart van Indonesië zijn sommigen schatrijk geworden. Vooraanstaande zakenlui en hun politieke partners hebben een rijkdom vergaard die de regering in verlegenheid brengt. Maar de regering houdt vol dat deze rijkdom werkgelegenheid met zich meebrengt en te zijner tijd dus ook de gewone man ten goede komt. Hier bijvoorbeeld heeft president Suharto een aantal van de rijkste zakenlui op zijn boerderij ontboden om ze te vragen een deel van hun winst met de bevolking te delen. Problem now, you know, as with the progress of economic development, there is a feeling as if the development is not balanced. There are coming the capital from outside and they come in the hands of the ethnic Chinese and they cooperate with people who are with political power, you know, and then you have a kind of combination between the political power with the economic power, and the conglomerate's problem is the problem of today. No, but there are still restrictions. The government has restrictions against the Chinese. Now? Yeah. Oh, yes. Why? Yeah. Because the government has the duty, you know, to balance that. But on the other hand, sometimes, you know, government officials, not the government officials, they are lured, to give facilities to the Chinese, because the Chinese, they are willing to serve the officials, but at the same time, they are also exploiting. But it is historical. So there is a kind of division of labor among the economic technocrats and the military. So the economic technocrats deal with economic development and the military deals with political stability. And this also being justified again by an ideology of development, which is basically economic development can only take place if there is a political stability. The government seems to tolerate dissent to certain people. If you are too weak, they will destroy you. In Jogja, there were some students who start criticizing the government. And then one of the students violate a law where they sold books that were banned already. He was arrested,
But the main thing is that these students has friends who criticize the government in the public forum, this discussion seminar. And with the students, they arrested two other people who were not involved in the selling books. And the three of them were accused as doing subversive things. And they were arrested and they were sentenced between 6 to 8.5 years. So it was very unjust, of course. I think they were taken an example by the government. You know, if you talk too critical to us, this is an example. So the other students were afraid of doing the same. And now they are still in jail. So now you can see that we have the state dominated by the military, and you have a civil society. And the civil society is so unorganized, so weak, divided into pieces of groups. And the state is so strong, organized, and backed by the military. So we get the problem of democracy when the civil society has no power at all to challenge, not even to challenge, just to criticize the government. It is becoming more and more impossible. Would you say the army controlled the economy of Indonesia? Yeah, because the president, you see, is an army man, and big economic institutions is going to the generals. Yeah. Do you think the question of the ownership of wealth in Indonesia is becoming more of an issue, a political issue? I think it's becoming an issue because we fight for independence to get social justice and welfare of the people, not to get some people rich and not the others. That is the big problem. You cannot have social justice without political development.